Virgil van Dijk. En dan heeft hij bij Sadio Mané, Leroy Sané, Marcus Rashford, Santiago Jiménez, Kevin De Bruyne, Paulo Dybala. Er zijn er wel een hele hoop. Mm-hmm. En die zijn allemaal goed. Ja. Ik heet verder en ik sta op voor Coët. Adelaars vooruit. Ik mag iets minder voetballen, want ik heb kanker. Gelukkig kan ik via de KPN klasgenoot mijn lessen volgen. En binnenkort mag ik een spreekbeurt doen. En natuurlijk gaat deze over mijn favoriete voetbalclub Coët Eagles. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben Evert, speler van Go Ahead. Alles goed? Ja. Ik hoorde dat jij een groot fan bent van ons. En dat je een spreekbeurt houdt over ons. Ja, ik ga een spreekbeurt houden over Go Ahead Eagles. Heb je al wat vragen? Ja. Wie was je lievelingsspeler vroeger? Mijn lievelingsspeler vroeger en nog steeds is Messi. Die ken je wel, denk ik. Ja. En die van jou dan? Jeffrey. Jeffrey. Dat zal ik hem zeggen. Ik ga je zo rondleiden, vind je al leuk? Kijk! Oh ja! Hey jongen! Hij heet Harley. Harley heet die. Hij is hier populair. Hier staan we altijd voor de wedstrijd. Ben je onze mascotte? Ja. Hoi. Hey jongen. Goedemiddag. Goedemiddag. Kun je lekker de wedstrijd volgen vandaag? Wat doen jullie voor de wedstrijd? En dan gaan we samen eten. Dan gaan de spelers zich klaarmaken. Dan gaan we een warming-up doen voordat ze het veld opgaan. Dus gaan ze rekken en trekken. Dan gaan ze naar binnen en dan gaan we 2:30 beginnen. Veel plezier. En dan ga ik me voorbereiden op de wedstrijd, oké? Okay? Ja, doei. Doei. Ideale omstandigheden. Mooi weer. Zonnetje, klein windje. Een mooie grasmat. U ziet een KPN-klasgenoot, verder kijkt mee, 7 jaar oud. Hij laat aardige tumor in zijn nier, maar kan op deze manier meekijken met zijn club, Go Ahead Eagles. Ja. In Liedberg, open kans en de goal voor Go Ahead Eagles. Een cadeautje van Stankovic. Heb je genoten van de wedstrijd? Ja. Mooi, Sabri. Fijne middag. Doei, doei. Doei. Hé, hey, ik zie daar Jannie de vlaggen dragen. Kapper! Hé hey, vriend, welke goal vond je het mooiste? Die van Isaac Lidberg. Ja, die was mooi hè. Ik hoorde dat hij ook een cadeautje had gekregen. Patrick, kijk eens. Wat zit daarin? Laat eens zien. Wauw! Heb je genoeg informatie voor jouw spreekbeurt, vriend? Ja. Is goed. Doei, doei. Doei.